De Apple AirPods, oh my god. De oortjes van Apple met ruisonderdrukking, basmuziek erin en de goede accu en de beste functie. Maar één ding ontbreekt er nog aan en dat is IP-rating, dus een compleet waterdicht pakket. En in plaats van nooit dat je het volume zacht, harder en zachter kan zetten, gewoon op de oortjes zelf in plaats van waar die R op staat en die andere voor de L. Die kun je al een happy zien dat je de touch moet gebruiken, dus bepaalde dingetjes ingedrukt moet houden. En dat hadden ze anders kunnen doen. Maar ja, dat zijn de enige twee dingen die ik kan zeggen over de Apple AirPods. Maar verder, ik vind ze er heel mooi uitzien. De Pro vind ik sowieso het mooiste. Want die hebben echt van die fijne siliconen eardips eraan zitten. En ik ben heel groot fan van die siliconen eardips. Die blijven schoon lang in je oren zitten. Die gaan niet na een aantal uren vervelen, irriteren. En deze gaan wel altijd na een paar uur irriteren. Ik irriteer me. Ik heb zulke oortjes vroeger heel veel gehad van die met draad in die tijd gehad. En dat zaten net nooit lekker. Zaten of niet lekker of ze gingen eruit. Maar oortjes met siliconen en dergelijke kun je me echt zo plezier mee doen. Met dit soort oortjes kun je me zo blij mee maken. AirPods Pro met siliconen eardips. Want het voelt iets fijner aan. En het gaat niet uit je oren. En na een aantal uren gaat het ook niet irritant zitten. Dus Apple, je hebt het wel goed gedaan op dit gebied. Al heb je ook allemaal van die technisch handige snufjes zoals dit soort rare dingen. Of voor de gewone AirPods, dit soort rare hoesjes dat je zo in je oren vast kan laten hangen, zodat ze niet eruit gaan. En je hebt ook dit soort rare functies. Zoek maar eens op, je internet staat er vol mee. Met allemaal van die rare dingen. En ja, het hoort gewoon niet. Het is gewoon te lelijk, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon woord dat het is niet echt dat je zegt van fijn. Want ik vind die dingen, als ik heel erg ben, die zijn nieuwe trucjes ervoor voor de oortjes. Zoals die dingen die je oren moeten hangen. De verstevigingen ervan. Die vind ik bloedirritant. Want dit soort dingen, dat is misschien, sommigen zijn er blij mee en sommigen niet. Maar dit soort snoefjes zijn bloedirritant. Zoals dit. Dit is bloedirritant. Hier zou ik nooit aan kunnen wennen. Dan zitten die dingen gewoon die plastic rubbertjes. Dus ik heb het over dit witte gedoe. Zit gewoon in je oren. In je oorschelp. En dat gaat irriteren. Ik zou er persoonlijk, jongens, niet mee kunnen leven. Want ik heb nu ook Galaxy Buds Pro. En daarvoor had ik Galaxy Buds Plus. En die hadden wel van die dingen die in je oren zaten. En die vond ik meestal van de 10 keer nooit fijn. En nu dat ik de Galaxy Buds Pro heb, vind ik het veel handiger, veel fijner. En ze zijn ook veel meer beter. Plus, welke raad ik je aan? Nou, voor de mensen die deze gewend zijn, die raad ik gewoon aan of die te kopen. En ook gewoon 2, 3 jaar te gebruiken. En dan wordt er misschien weer een nieuw setje te kopen ervan. Want hoe zou ik zeggen, je kunt best een nieuw setje van 3, 2 jaar. Ligt er ook hoe vaak je ze gebruikt. Als je ze nauwelijks gebruikt, dan kun je misschien 4, 5 jaar doen. Maar als je elke dag gebruikt, dan moet je meestal na 2 of 3 jaar vervangen. En dan loopt de batterij veel sneller leeg. Kan die net minder dingen hebben.
En dan moet je ze vervangen. Maar maakt je wel bepaalde dingen uit, dan neem je gewoon de AirPods Pro. Met siliconen eardips wat erin zit. Dus ze blijven in je oren vastkleven, ik wil zeggen. En ze zijn gewoon heerlijk voor gebruik. Ik kan niemand meer aanraden om dat niet te doen. Goed, de AirPods Pro zijn aan iets prijziger kant dan de gewone AirPods. Maar toch. Het is wel het wel oortjes waar je jaren mee kan doen. De AirPods Pro, daar zullen ze me veel beter maar blij mee maken. Dan wordt er dan de dinges. Dan die hangdingen. Er zijn een paar dingen wat ik eigenlijk zou willen. Dat is de gewone iPad. Die zou ik heel graag willen hebben. Met 256 GB in opslag. Een iPhone SE met 256 GB. Een Apple Watch Series SE. En AirPods Pro. Daar zou je met, als persoon zijnde met een heel groot plezier mee kunnen doen. En ja, de Apple AirPods hebben wordt het ook concurrentie van Sony, LG, JBL, van Samsung. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit. Als je maar goede oortjes meent. En als je maar hele goede reviews over leest. Dan weet je meer dan voldoende. Ik kan trouwens niemand meer worden dat van die rare oortjes. Zoals van ja, Huawei en Motorola en Oppo. Die kan ik je niet aanraden. Want die hebben weinig bas. Maar ja, jongens, het is gewoon puur echt uit je, ook uit jezelf wat je wilt. Wat je er wil, voor wilt hebben en dergelijke. Hoeveel geld je wilt uitgeven. En hier kun je ook wel iets gaan zien. Deze case had geen knoppie. Die wel. Die andere wel. En die nieuwe AirPods Pro vervolgens zijn misschien. Weten we nog niet. Ja. Als ik meer daarover weet, haal mijn YouTube-kanaal in de gaten. En dan, voor de mensen die niet afvragen waarom ik de koptelefoon niet behandel. Ik vind die koptelefoon de eerste veel te duur. Bijna 500 euro of 500 euro is die al duur. Misschien zet het je boven, bovenaan ergens. Ja, hier zie ik al twee prijzen. Of is dat niet van Apple? Apple koptelefoon. Ja, kijk, hier tikt hij gewoon bijna de 500 euro aan. Die is gewoon veel te duur. Voor mensen die hem willen hebben. Maar, dus, koptelefoon. Ook geen fijn idee. Want ik heb het altijd gehad van. Ik heb een koptelefoon, had ik vroeger van Sony. Fijn ding, voor in die tijd was dat toen. Voor in die tijd, zeg ik hé jongens. Dat is misschien nu ongeveer, ik denk wel. Misschien 3 à 4 jaar geleden. Had ik hem, volgens mij heb ik hem 3 jaar geleden gekocht. Hij zou mij. 3 jaar geleden volgens mij gekocht. 2 jaar ermee gedaan met die koptelefoon. Tot die de bas op een gegeven moment echt op was. En dat hij heel snel leeg liep. En toen besloot om hem weg te doen. En ik vond die knopjes aan de zijkant van je koptelefoon. Vond ik in het begin wel fijn. Maar de laatste keer dat ik hem heb gebruikt. Toen vond ik het echt niet meer fijn. Toen moest ik zo aan wennen. En ook met Bluetooth-verbinding, het ging zo moeilijk. Ik was heel lang bezig om een keer verbinding mee te zoeken. Dus geef mij maar gewoon draadloze Bluetooth-oortjes die je gewoon moet openmaken, de case. En dat je een automatische mand krijgt van wil je verbinden. En dat vind ik veel handiger en veel fijner. En ja. Eigenlijk hoe heet dat? Eerst de koptelefoon een hebben dingetje, maar Bluetooth oortjes zijn gewoon fijne, makkelijke.
een comfortabele ding om mee te nemen. Je stopt ze gewoon in je broekzak. En dan heb je de hele tijd geen omkijken naar. Je laat ze op. Heb je geen omkijken naar. Dus eigenlijk conclusie. Ik zou voor de AirPods nemen. Of de Galaxy Buds. Of van Sony of van LG. Want die zijn heel erg goed. En kijk ook altijd de reviews, jongens. En ja, verder heb ik eigenlijk niet aan toe te voegen. Maar ik heb nog één ding toe te voegen. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren, zeg ik één ding. Laat eens.